Creators FC een vierde 3-0 presenteren, de Lockdown Cup. 8 creators en 8 profvoetballers nemen tegen elkaar op in de knock-outfase van de Champions League. Met vandaag in de halve finale Moey Ataren en Kai Sierhuis. Oh, rustig! Wil jij geen video missen? Abonneer dan op dit kanaal, zet je notificaties aan en laat een like en een comment achter. En we zijn begonnen, de halve finale van de Lockdown Cup. Kai Sierhuis, die met Barcelona speelt, tegen Moey Ataren. Kai Sierhuis, een van de favorieten, heeft het ontzettend goed gedaan. 1-7 tegen Rozen. En begint al meteen met een goede aanval, Suarez. Maar hij speelt hem terug. Hij speelt tegen Ataren, Utrechter. Net zoals Roy de Coach, mijn co-commentator. Jazeker, uw co-commentator Roy de Coach. Al een heerlijke aanval, tiki-taki gelijk. Je ziet ook gelijk dat het Barcelona is. Kom er net in en het is al een goal. Wat een start. Hop. Wauw. Oei, oei, oei. Ja, en daar zijn wij nog niet eens warm. Tjonge, nee, jongen. Ik ben sprakeloos, het is al 1-0. En ik wou nog wel even zeggen, trots dat ik als Utrechter Ataren mag aankondigen. Ook uit Utrecht, hier verderop op Kanaal Nederland. En pats, hij lag al in het netje. Maar goed, het is nog niet over. We hebben nog 85 minuten. Dus ja, alle eer van Utrecht kan nog gered worden, denk ik. Ja, je merkt mijn lichte voorkeur. Nog een kans? Niks aan de hand. Niks aan de hand, hè. Niet overdrijven, Timmer. Niet overdrijven. Het is wel Barcelona, maar... Ja, het is vooral Kai Sierhuis die me echt... die me wel heeft ingepakt de afgelopen weken. 1-7 tegen Rozen, zoals ik al zei. Nou, die wordt nog baant in zweet wakker van die middag. Ja, wat dat betreft zit Kai op Rozen. Om er maar even tromgeroffel erachter aan te gooien. Ja, sorry. Hey, dit is uniek. Ataren, oftewel Atletico aan de bal. Even genieten. Oh, dat was weer van korte duur. Maar goed, het is wel kort maar krachtig, zouden we bijna kunnen zeggen. Sierhuis weer aan de bal. Kwam heel goed weg trouwens tegen Zirkzee. Was wel een interessante wedstrijd. Kwam 2 keer op achterstand, zelfs nog in de laatste minuten. Maar hij wist het gelijk te trekken en uiteindelijk nog de winst eruit te slepen. Maar nu gaat het om een finale plek. Dit ziet er goed uit. Dit is gewoon... Weet je, ik denk dat hij even in moest komen, Ataren. Kijk, een dieseltje is het. Ja, dat is een dieseltje. Tegen Mike, mijn collega van 4-3-NL. Yes. We hebben hem een ontzettend mooie comeback zien maken. 3-4. Stond 3-1 achter. En wist nog met een golden goal uiteindelijk nog terug te komen. Dus één ding kan je zeggen. Het is een Utrechter, het is een knokkertje. En die geeft niet zo snel op. Nee, ja, goed. Maar als ik dit zo zie, ook al is het 4... Ja, nee, jongens. Dan is het goed. Nou goed, ik zie de tiki-taki. En ik weet niet of je een beetje bekend bent in Utrecht, Tim. Maar we hebben hier ook van die kruifkoortjes. En daar heeft Ataren toch wel eventjes het geleerd, zeg maar. Ja. Het echte voetbal. Niet FIFA. Dat is nog niet te merken in ieder geval. Nee. Maar, Je hebt wel je contacten zo, hè, in Utrecht. Ja, ik zou vertellen, ik heb nog contact gehad met de jeugdtrainer van Moey Ataren, Henry Vermeulen. Want, hij zat vroeger bij Houten. En de ene goal naar de andere goal, hij legde ze echt overal op de jonge leeftijd al neer. En misschien gaan we dat ook terugzien. Dit ziet er goed uit. Dit moet toch een goaltje worden, zou je zeggen. Schieten! Ja, wat ben je aan het... Ja! Nou ja, dat dus. Nou, dat is echt wel dronken gespeeld worden. Bij heel lang brei en dan uiteindelijk nog... Ja, schot op de paal, geloof ik. Is dit geen buitenspel? Nee, varretje hebben we hier, hè. Varretje, dus, dat is waar. Kijk, Lekker keepertje. Ja, de grote kansen zijn op dit moment echt wel voor Sierhuis, Roy. Ja, het is ook sierlijk voetbal. Het is heerlijk om naar te kijken. Check natuurlijk ook de andere wedstrijden en vergeet uiteraard geen blauw duimpje te geven voor deze video. Nee, want we doen het samen, hè? Creators FC, 4-3-NL. Heel mooi, zeker. Hele leuke, toffe, bijzondere samenwerking. En, ik merk toch dat ik een beetje op de hand ben van Moey Ataren. Dat mag. Nou, Sierhuis heeft wel het beste voetbal laten zien. Zo, dat was mijn poeskassenwoordje geweest, denk ik, als die erin had gegaan. Stuur het hard.
Ja, ja, maar dit... Sierhuis die speelt gewoon ook ontzettend veel. Heeft zijn eigen YouTube-kanaal ook, dus check dat ook vooral. En is heel erg bedreven in FIFA, dat zien we nu wel. Ja, dat is... Nou, combineren tot in de 16. Gaat die tweede treffer dan wel vallen? Want die is er toch dichterbij dan de... Ja! Ja. Oh. Keep it, hoor. Ja. Ja, die heeft ook genoeg kijk, om... Kijk. Ja, dat wordt een... Ja. Als het goed is met links, want rechts is in principe van je ziet het. Je ziet het, hè. Rechts is natuurlijk chocoladebeen van Mo eigenlijk ook, hè. In het echt ook natuurlijk. Ja. Dus, maar dit goed. Dit was echt een grote kans en hij heeft natuurlijk dat goaltje nodig. Want als hij de finale wil bereiken, moet hij in ieder geval één keer scoren. Nou, dat is het grootste cliché dat er is. Maar het is wel de waarheid op dit moment. Iataren die begint een beetje los te komen, maar het is toch wel Sierhuis met de grote kansen. Twee keer op de paal al. En hij komt ook weer dichterbij. En is het wel te verdedigen, kun je je afvragen. Ja. Ja. Het is te verdedigen, dat is de conclusie, denk ik. Het is een beetje, we zitten nu even iets mindere fase, vind ik zelf. Ja, het is een beetje middenveldvoetbal, een beetje middenveldvoetbal, maar dat moet ik denk ik niet zeggen. Dat is nooit... Oh, niks aan de hand. Verdedigd. Kom op, Mo. En Mootje houdt het dicht achterin. Dat is in ieder geval wel... Heel verstandig. Goeie zaak. Heel verstandig. Kijk eens. Komt weer Sierhuis. Oh, het Tof, is wel Dickie. Weer slepen en... Oh. Overmoedig. Ja, Overmoedig. Ja, er zijn veel trucjes en... hoe noem je dat? Tierenlantijntjes. Maar hij staat wel 1-0 voor, dus dan mag dat. Maar als het zo een beetje blijft, dan gaan we de rust in met een respectabel achterstand voor Mo. Ja, en Mo die speelt bij PSV. En als PSV om één ding bekend staat, dan is dat in de laatste minuut scoren. Precies. Dus ik zou zeker nog mijn geld nog niet op Sierhuis zetten. Oeh, weer alweer een goede actie. Gaat hij hem voorkrijgen? Nee. Hij is heel geduldig, hè? Hij is heel geduldig, maar ik vind het wel tricky, hoor. Kijk, elke keer net. En dan denk je, nee, maar dit is toch rust. Scheids. Ik wou net zeggen, kom op zeg. Kom op. Ik heb er nog alle vertrouwen in dat... Bassie tegen Sierhuis finale? Kan dat? Dat kan zeker. Ja, en, toch? Ja, dat kan zeker. En Bas moet tegen Burger, Wouter Burger, ook een ontzettende kanjer. Hebben we gezien, ik denk zeker. Eigenlijk dat hij toch wel beter is dan Bas in het toernooi. Gevaarlijke uitspraak misschien. Ja, wat ik net zeg, ik zeg eigenlijk al van, joh, luister, Sierhuis tegen Bas, maar waarom? Het is 1-0. Waarom niet gewoon Mo? Ja, weet je, ik ga het risico's nemen, alles kan nog gebeuren. En die finale plek, daar zet je toch een stapje extra voor, denk ik. Zeker. Dus is het wel weer Sierhuis aan de bal, weet je. Iataren moet toch die bal een beetje in bezit krijgen, want op dit moment is het toch wel gewoon Sierhuis die de dienst uitmaakt. Nou, dit ziet er wel lekker uit. Oh, dat was weer van korte duur. Ik heb het idee dat als jij gaat praten, dat dan het balverlies komt, zeg maar. Ja. Maar goed, weer een goede aanval, Sierhuis. Dit is wel... Het is wel kantje boord elke keer. Zeker. Ik vind, ja, goed, hoor gewoon hier dat je met samengeknepen billen daar op die bank zit. Nou ja, wat ik vooral... Ik merk aan mezelf ook gewoon, ik zit gewoon in, weet je wel? Je laat je gewoon meenemen en je denkt van, zeker als je toch een beetje voorkeur hebt, dan maakt het net even wat spannender. En het is niet voor niks het is niet voor niks de Lockdown Cup, want er wordt nog steeds helaas niet gevoetbald. Niet voor de profs, niet voor Creative FC, eigenlijk voor niemand. En dan ben je aangewezen op dit fantastische toernooi, maar dat is niet verkeerd. Nee, dus hou inderdaad gewoon allebei de kanalen in de gaten. Al is nu alweer Iataren eruit, maar hij loopt elke keer tegen een muur op. Gele muur. Die ene kans kijkt hij nog op terug, die op de paal kwam. Ja, zeker. Verder is het eigenlijk ook het enige wapenfeit geweest. Maar, tweede helft, ik heb nog niet veel kansen gezien, ook niet van Kai. Dat is waar. Dat is zeker waar. Het gaat redelijk gelijk op zelfs. Ja. Gevaarlijk in de 16. Waarom? Wat zei je, Roy? Ik moet niet praten. Ja, Kai staat nu echt met één been in de finale. Het staat 2-0. Heeft ook het betere van het spel. En maakt ook weer gewoon een hele mooie goal. Dus ja, heel lastig voor je. Dit was echt een mooie goal. Eerlijk is eerlijk.
Absoluut. Hele mooie goal. Maar goed, als je het zo kijkt, dan denk je van, nou ja, het is toch 11 tegen 11. Maar op een of andere manier, zodra Sierhuis in het strafschopgebied komt, is het hem toch een beetje tiki-taki. En dan zie je toch dat Mo aanvallend ingesteld is. Ja, het is ook een heel lang wachten wat Sierhuis doet. Het is bijna een beetje ergerlijk. Van, schiet nou eens. En met Mo is het ja, gewoon meteen... Kijk dan. Oh. Nou, kom op nou. Ja. Kom op. Misschien nu dan. Kijk, dat ziet er goed uit. Nou ja, dat was wel... Het is die eindpaas, hè, die echt... Het is... als ik nu... Nee toch. Ja. Het is een Jantje. Het is een Kaitje. Er valt ook niks op af te dingen. Het is 3-0. En het is heel erg duidelijk. Ja, er wordt nu inderdaad even... Dat begrijp ik. ...worden ingeroepen. Terecht. Nou, kijk. Messi eraf. Dat is ook ja. Een luxe. Het is... ja, ik merk aan mezelf... die spanning... er moet toch wel een goaltje vallen nu... Ja, in ieder geval om de eer te redden, lijkt me. Ik denk dat de finale nu wel heel ver weg is, maar je weet het nooit. Er zijn gekkere dingen gebeurd. Laten we hem vooral niet afschrijven. We hebben nog 20 minuten te gaan. Als ik nu mijn laptop schuin hou, zo, valt dan die bal misschien naar de andere kant? Het is live, hè? Dus, dat wordt lastig. Dat wordt lastig. Kunnen we niet... Ja, kijk. Nee, maar hij kan het wel. Ja, misschien valt nu die spanning er een beetje vanaf. Het is weer die eindpaas. Het is alleen maar die eindpaas. Ja, en daarmee doet hij zichzelf tekort ook. Want ja, tot aan die 16 gaat het gewoon goed. Hier nog even smerig over. Niet nodig. Nou, geel. 15 euro boete. Krijgt een briefje van de KNVB mee straks. Oh, shirtje pakken. Hij... Dit is netjes. Oh. Ja, dit is netjes. Maar ik bedoel, heel eerlijk, 85. Je zou toch zeggen, er mag niet een heel groot verschil in zitten. Nee, precies. Iedereen heeft gewoon de gelijke teams. Maar ja, ik denk dat Sierhuis vandaag bewezen heeft dat hij wel van een andere klasse is, dit gebied. En dat hij in de finale toch wel de favoriet zal zijn. Want ja, Iataren kwam er niet aan de pas. En dat vind ik jammer. Het is een leuke gozer. Nog wel jong. Ja. Misschien is dat die zenuwen, die kinderlijke zenuwen zijn het misschien. Kinderlijke zenuwen. Ja, nee, maar het is wel zo, weet je. Hij heeft in het Philipsstadion gespeeld, maar hij heeft nog nooit in een halve finale van de Lockdown Cup gestaan. Daar heb je absoluut gelijk. Ja, hij had eigenlijk in plaats van de Lockdown Cup, nu inmiddels denk ik al richting de trainingskamp van het Nederlands elftal moeten gaan voor het EK. Want ik ben heel blij met zijn keuze. Hij zat erbij. Daarom. Ja, kijk. Vooral een schitterende voetballer en die komt er wel. En, ja, een jaartje rijpen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, hè? Dat zei ene heer Cruijff. Ja, die bleek wel aardig te kunnen voetballen. Ik heb wel eens van hem gehoord. Ja, precies. Ja. En ik vind het een leuk detail is dus dat, dat Modus ook het voetbal heeft geleerd op het Cruijffkoortje. Op Kanaal Eiland. Tegenover een school waar een zaal zit, waar ik zelf elke dinsdag zaal voetbal. Op het moment ook niet trouwens, dat mag ook niet. Helaas. Ja, en daar heeft hij het echt, die techniek die is daar ontstaan, denk ik. Ik heb trouwens ineens, ik analyseer het een beetje en ik denk, waarom staat het nu 3-0? Mo heeft begrepen dat je gewoon 1,5 meter afstand moest houden. Ik denk dat dat... Die volgt de regels dus gewoon heel netjes op. Die luistert uit RIVM. Ondertussen zijn er nog 4 minuten, Roy. Vergeet natuurlijk, laten we even in ieder geval de kijkers, jongens, vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal @433NL. Nee, hoeft niet eens, dat is de Instagram. En uiteraard Creators FC, YouTube-kanaal, en ook op Instagram. Vergeet niet ons te volgen op @CreatorsFCNL. En ja, die halve finale, hè? Die Bas tegen Burger. Yes. Dat is hem, dat is de kraker waar iedereen eigenlijk op zit te wachten. Tuurlijk. Oh. Dit is. Dit is natrappen. Hop, saltootje. Dit is niet nodig. Tuurlijk.
Ja, hij laat het lopen. Laat ik het daar maar op houden, ja, maar toch? Ook zo'n goal. Ook zo'n goal. Pegel van afstand. 4-0. Nog even de stempel drukken. Ja. Mooi. Het is misschien een beetje een zure, bittere avond voor je geweest. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer. We hebben Utrechtse trots. Kom op, man. Eentje voor de eer. Nou, daar komt ie. Eentje voor de eer. Voor de eer. Voor de eer. Eentje voor de eer. Nee. Het is afgelopen. De finale, de eerste finalist is bekend als Kai Sierhuis. Gefeliciteerd, Kai. Absoluut gefeliciteerd. Ja, zeker. 4-0 in de halve finale winnen, dan ben je een hele grote. Ja, en ik denk dat Mo hem heeft laten lopen, anders moest hij weer een avond thuis blijven. He? Alle begrip daarvoor. Ja, Mo, heel erg bedankt. Heeft een geweldig toernooi gespeeld. Dat boven alles. Sowieso. Bekijk vooral de halve finale tussen Bas en Burger. Op het kanaal van Creators FC. Wij willen jullie heel erg bedanken. Roy, het ging top. Zeker. De halve finale gezien. Het was een eer. En ik zeg allemaal bedankt voor het kijken. Tim, bedankt voor het commentaar geven. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.